Welkom terug op Dishanos live kanaal. Vandaag gaan we sminken. Dishanos sminken. En met vampire. Hij wordt een vampier. Dus kijk, tante. Even kijken hoe het uitpakt, hè. We gaan starten. We hebben dit trouwens van de Action gekocht. Dit, die tanden. En dan heb je dit voor je ogen. Maar eerst moeten we rood. Is niet weer rood. Nee, we gaan eerst met wit beginnen. En je hebt ook nep bloed. Yes? We starten met white. Dat is mijn lippen. Dit is super slecht. Dus ik heb mijn eigen kwast. Ik zie wit. Ik zie wit. Eigenlijk dit wit. Dit is mijn eigen kwast. Kom. Kom, kijk naar mij. We gaan een vampier maken die wit is. Ja, vampieren zijn toch normaal wit of niet, die Shiron? Ja. Ja? Nee, eigenlijk helemaal rood. Helemaal rood. Brand. Helemaal wit. Is helemaal wit of wat? Oké, we hebben nu de helft van zijn gezicht wit gesminkt. Nee, eerst moeten we deze kant maken, dan die kant. En zit klaar, gaan we de tanden zetten en bloed. Wat we vandaag eigenlijk precies gaan doen is, we gaan naar Balorog met onze vampier, die Shiron. Dan gaan we kijken hoe mensen daarop reageren. Yep. En dan mag we wel meespelen. So yeah. Mag we dit spelen? Met die tanden? Ja. Dat is gevaarlijk. Die tanden ga je wel eruit halen. Oké, dit is stap 1. Kijk dan. Shiron's gezicht is nu helemaal wit. Ja. Wat gaan we nu doen? We gaan contouren met zwart. Yep. Dus dat is... Nou, ligt niet op mijn stem. Ik heb hartstikke keelpijn. Dus vandaar. Op zijn zwart. We gaan nu zijn wenkbrauwen doen. En even kijken. Wenkbrauwen en om zijn ogen heen. Nee. Nu lijk ik echt op een zombie. Leuk is het bij zombie. Nu gaan we om die Shiron's ogen doen. Nou, zo ziet de helft van zijn gezicht er een beetje uit. Eigenlijk ziet het net als een zombie. Ja? Ja. We proberen het. Nou, dit is een beetje zijn gezicht. We zijn er nog niet. Kijk naar me dan. Kijk naar me. Kijk omhoog. Omhoog. Met je ogen omhoog. Met je ogen omhoog. Omhoog kijken. Dat deed pijn. Sorry. De hele tijd omhoog kijken, hoor dat niet. Dit is Lisanne's gezicht een beetje. Kom maar dicht bij de camera. Oké, kom. We zijn er bijna. Ik schreeuw je zo. Ja? Ik schreeuw je zo. Ik schreeuw helemaal niet. Maar je zei, we zijn er al. Wat is schreeuwen? Ik zei, we zijn er bijna, maar ja. Wat is schreeuwen? Kom. Dan ga je die tanden toch aan. En dan ga je
één blue tea zetten. Nu gaan we naar, even kijken, stap 1. Nee, we zijn nu bij stap 3. Stap 2. Stap 3 volgens mij. Nu gaan we naar... Stap 4. Rood. Stap 4. Nou, we hebben nu een beetje rood gezet bij zijn ogen. Nee, bloed. Okay. Ik wil geen bloed, toch? Huh? Ik wil geen bloed. Zeur niet zoveel. Je wilt toch op een zombie lijken? Nee. Net als een vampire. Oh, I'm sorry. Vampier. Ik bedoel vampier. Vampire. Oké. Okay. Nu gaan we naar... Waar waren we? Stap 5. Oké. Okay. Die Sharon heeft een driehoek. Puis. Maar ik heb een puisje. Dit is die puisje boven. Het is een driehoek dus. Van een vampire. Maar nog niet. Ik geef bloed, oké? Okay? Geen bloed. Vampires hebben altijd bloed. We gaan nu naar stap. Ik weet niet meer waar we waren. We gaan nu naar bloed. Naar de bloed. Jij moet ook bloed. Nee. Oké, okay, jongens. We hebben nu bloed. Ik ga even de camera bijpakken. Zo ziet onze vampire eruit. Nu. Wat moet je nu nog? Tanden. Doe maar je tanden ook, hè. Ho, 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 ho. En zometeen gaan we naar Belorg. En dan zie je hoe dat allemaal gaat. Oké, jongens. We zijn nu onderweg naar Belorg met onze vampire. Bijna klaar voor. We zijn aangekomen. We lopen nu naar de ingang. Ja. Nou jongens, we zijn bij de Belorg aangekomen. Maar we moeten de smink afhalen. Waarom? Dat mag niet. Mag wel, maar wat gaat gebeuren dan? Smaken. Hij gaat zweten, dus wat gaan wij nu doen? Smink afhalen. Jammer. Ja jongens, die Sharon gaat spelen. Ja, ik is hier. Niet zo raar. Jay, kom. Wat ben je aan het eten? Patat. Ja? Ik sprak over wie, hoe heet hij? Hoe heet die poppetje? Dat is Jockey toch? Wat doe je Jockey? Die jongen bij die boot. Wat deed hij toen? Niks toch, hij is gewoon een eng. Zo agressief. Het is tijd om te gaan jongens.